Vandaag maak ik een tijdreis met de fiets. Want ik keer 600 jaar terug in de tijd toen er nog zwinhavens waren. In de regio van Brugge, Damme, Knokke-Heist en zelfs ook in Sluis. Ondertussen zijn die zwinhavens verdwenen door verzanding. Maar dankzij deze VR-kijkers, er zijn er 5 in totaal op verschillende locaties, komen die zwinhavens weer tot leven. Dat is echt wel straf. En nu ga ik ook proeven van de verdwenen zwinhavens. De middeleeuwen op je bord, zeg maar. Maar eerst een plannetje halen. Hallo. Goedemorgen. Het is voor dat plannetje van verdwenen zwinhavens, middeleeuwen op je bord. Ja, zeker. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. De tocht die ik vandaag ga doen, is in totaal 60 kilometer lang. Liever een kortere versie? Wel, ga dan voor de variant van 31 of 44 kilometer. Vind je een kaartje minder praktisch? Geen probleem, want de route is volledig bewegwijzerd. Zo, en nu ga ik naar mijn eerste culinaire stop hier in Damme, want daar is er een plek waar ze allerlei producten uit de middeleeuwen hebben. Mag ik u een zwintonic aanbieden? Zwintonic? Jawel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben de Lost Harbor Gin van de Damse Brouwers. Ik maak me allemaal specerijen en kruiden van toen. Halanga, paradijskorrel, verse hember zit erin. En dat is allemaal zo'n middeleeuwen. Het was toen een heel boeiende periode. En heel veel specerijen en kruiden werden ingevoerd hier. Omdat het een havenstad was. En dat was een heel boeiende periode om mee aan de slag te gaan. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Goed, hè? Ja, maar echt goed, hè? Ja, en toch zomers. Ze hadden wel smaak in de middeleeuwen, maar liefst 30 horecaondernemers, streekproducenten, ijsmakers en brouwers langs de route bieden een hedendaags hapje, gerecht of drankje aan dat gebaseerd is op de ingrediënten en producten uit de middeleeuwen. Mijn volgende stop ligt niet op de route, maar ik maak er graag een kleine omweg voor. Hier biedt u onze hoptail aan. Ja. Nieuwe cocktail op basis van een Vlaamse gin, verschillende citrussen, granaatappel en de duindorenbes. Eigenlijk allemaal ingrediënten die vroeger in de middeleeuwen hier ook al te vinden zijn. En dan nu in één glas. Na een ommetje langs Sluis ga ik richting Zwin en Knokke-Heist. En na al dat fietsen, tijd voor iets lekkers. Welke ijsje is het precies? Het is citroensorbet met paradijskorrel. Paradijskorrel, ja. Ja, dat is een specerij die afkomstig is van West-Afrika. En die toen in de middeleeuwen vervoerd werd met de zeeschepen naar Europa. Oh, dat heeft zoiets heel speciaal. Ja, het heeft iets met kardamom en iets nootachtig. Ja. Dus wij vonden dat een goede combinatie met die citroensorbet. En wil je ook thuis genieten van de verdwenen zwinhavens, dan kom je genoeg plekken tegen waar je heel wat lekkers kan kopen. Deze confituren die houden toch verband met de middeleeuwen, hè? Inderdaad. Toen Westoer mij contacteerde in het kader van de verdwenen zwinhavens en mij in contact gebracht heeft met de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg, was ik direct mee met het verhaal. Ik vond het zo boeiend. Weet je, wij staan er eigenlijk niet bij stil welke vruchten in de middeleeuwen al verkrijgbaar waren. Citrus, specerijen zoals speculooskruiden, paradijskorrels, rozenwater. Eigenlijk te gek om op te noemen. Al die specerijen werden gebruikt om de smaakpapillen, bij wijze van spreken, te verwennen. De blauwe beste confituur met speculooskruiden. Is zeer lekker. Zo, als jij deze verdwenen zwinhavens fietsroute de middeleeuwen op je bord ook eens wil doen, dan moet je zeker surfen voor meer informatie naar ikzomerwestvlaams.be.